Ik ga een eigen autowasstraat beginnen en ik ga super rijk worden. En daardoor ga ik rijker worden dan dat jij bent, Alex. Dat is zo niet waar. Ik ga zelf ook wel een idee beginnen waarmee ik super veel geld kan verdienen en nog rijker word dan dat jij bent. Wat voor idee dan? Je gaat mij toch niet naapen, hè? Ik ga een autowasstraat beginnen, jij niet. Nou ja, als jij een autowasstraat gaat beginnen, dan begin ik wel een betere. En dit ga ik doen vlak naast die van jou. Beide gaan toch mooier worden, want ik ga al beginnen. Ga jij maar eerst nog even een locatie zoeken. Jij wil nu al beginnen met jouw autowasstraat. Ik ben er nog niet eens, maar ik zie wel veel betalende klanten hier rondrijden. Ik heb al 500 muntjes. Alleen wat ik daarmee kan, dat weet ik niet. Ik kan een paar pilaren kopen. 500 muntjes? Ik heb al pilaren. Wow, ik ben al een gebouw aan het bouwen. Ik ook. Ik heb al pilaren. En ik heb zelfs al een dak op mijn pilaren. Ik denk alleen wel dat de pilaren echt het domste is om te kopen. Dat is namelijk nog niet de carwash zelf. Ik heb de carwash geopend. Heb jij de carwash geopend? Hoe open ik een carwash? Ik heb helemaal geen carwash. Oh. Nou, dat ga ik jou dus niet uitleggen. Oh, ik heb zelfs borstels. Hey, Jesse, wil je anders een keer op bezoek komen met een vieze auto van je? Ik heb namelijk een carwash die wel werkt. Ik heb nu ook een carwash die werkt, Alex. Een hele mooie roze. Ik wil geen roze. Welke klus voor jou? Ik zie het in de verte, inderdaad. Ik heb ook een roze carwash. Dat is ook nou niet echt de eerste keuze waar ik voor zou gaan, maar ik heb hem wel. Ik verdien wel echt heel weinig geld. Het gaat echt heel erg langzaam. Ik ben toch niet van allemaal bekopen. Ik verdien ook heel weinig geld. Ik denk dat we wat meer borstels nodig hebben. De carwash moet beter worden om meer geld te verdienen. En je hebt ook allemaal duurdere auto's. Die nu betalen dan meer, omdat ze meer geld hebben. Maar wanneer die auto's krijgen, dat weet ik niet zo goed. Ja, maar elke auto betaalt echt maar 10 euro. Hoe moet ik daarvan ooit een wasstraat kopen die duizenden euro's gaat kosten? Ik heb een hamburgerauto en die betaalt 37 euro. Een hamburgerauto betaalt zoveel? Ja. Alleen, ik krijg telkens maar 11 euro erbij. Ik heb hier echt helemaal niks aan. Ik moet de hele tijd wachten. Ja, maar is er niet iets wat we kunnen verzinnen zodat mensen meer geld gaan uitgeven aan onze wasstraat? Want dit is echt... Wow! Deze auto geeft 42 euro uit! 42? Die van mij hebben 15. Dit is een of andere bronzen poepauto. Hier heb ik helemaal niks aan. Nee, maar als ze door de wasstraat heen rijden, dan gaan ze uiteindelijk veel meer betalen als je een veel betere wasstraat hebt, blijkbaar. Dankjewel voor de tip. Nu ga ik ook een betere wasstraat maken. Je kan die dingen kopen, ja. Ik moet je geven, want je hebt letterlijk een concurrerende wasstraat naast mijn wasstraat. Ik heb helemaal geen geld. Ik moet blokkers kopen. Alleen het kost 150 euro. Dat heb ik niet. Oh, nu wel. Pling. Dankjewel. Kijk, de blokkers zijn gekocht. Wat dat is, weet ik niet. Ik heb allemaal geld. Alex, ik heb twee bordjes gekocht voor 150 euro. Die doen echt helemaal niks. Wat doen die blokkers? Helemaal niks. Het zijn gewoon twee bordjes. Oh. Hallo, kan je er helemaal niks mee? Wacht eens even, Jesse. Zie jij ook niet rechts in beeld staan? Starter pack. Ja, maar die kan ik pas krijgen over 5 minuten. Oh, die kan ik nu krijgen. Je kan hem letterlijk nu al kopen. Strum kopen allebei. Ik heb hem al gekocht. Alleen wat ik heb hem ook gekocht. Ik heb 5000 euro. Ik heb ook 5000 euro. Hiermee kunnen we de wasstraat veel beter maken dan dat hij al was. Sterker nog, ik heb de eerste deel van de wasstraat helemaal af. Ik ga beginnen met de steekmachine. Ik heb nu twee van die oranje draaidingen. Ik weet de naam niet van die dingen. Ik weet het niet. Oh, maar je moet blijkbaar een nieuw level zijn. Al wil je het tweede deel van de wasstraat gaan maken. Zie je dat ook? Nee. Oh, jawel. Ik moet letterlijk een level 3 worden. Hè? Dat ben ik level nog lang 3. Niet. Maar we kunnen wel wat anders gaan maken. En dat is een tankstation naast onze garage. Nou, wasstraat. Zodat we nog meer geld kunnen verdienen bij het tankstation ook. Alex, ik ben al heel veel dingen aan het kopen, hoor. Ik heb allemaal gekke gekleurde bogen in mijn wasstraat. Ik kan wel alles kopen. Gekke gekleurde bogen, ja. Ik heb ook zoiets, maar ik kan niet heel veel meer bouwen dan wat ik nu heb. Ik heb wel tenminste hier een werknemer. Oh nee, een monitor. Een werknemer? Ik wil ook een werknemer. Ja, ik heb een winkel hier zo. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik ga even bij jou komen kijken wat je allemaal hebt. En ondertussen ben ik wat geld aan het verdienen. Eens even kijken of ik bij jou kan spieken. Je moet dus blijkbaar ook op een manier gems gaan sparen, zodat je daarmee je decoratie kan maken. Maar ik wil geen decoratie. Ik wil alleen dat die werkt. Jouw wasstraat is veel mooier. Hoe kan dat nou? Vind je? Jij hebt een hele lobby. Bij jou kan je gewoon hier binnen staan. Dat heb ik helemaal niet. Dit wordt een winkeltje. Weet je wat je in deze winkel kan kopen? Allemaal lekkere Snickers. Je kan Skittles kopen en nog veel meer. Ik moet alleen wel nog even de planken gaan vullen hier zo. Weet je wat ik ga kopen? Eens even kijken. Ik heb een potion gekocht voor 75. Oh, dat werkt helemaal niet. Wat voor potion heb je Road gekocht? 2 keer muntjes krijg ik nu. Dat kostte me 75 Robux. Wow. Ben jij meer dingen aan het kopen zonder het met mij te overleggen? Dat is een investering in mijn bedrijf. Want ik ga superrijk worden. En ik heb nu ook dat gebouw kunnen kopen. Als jij ook een investering doet in jouw bedrijf, waar stonden die 2 keer muntjes? Bij de winkel. Dat ga ik helemaal niet zeggen. Grapje, bij de winkel en dan bij de boost. En dan kan je een soort van potion kopen. Ik heb hem ook gevonden. 75 Robux. Ik ga het uitgeven. Ja, maar het is allemaal zo duur. Het is echt allemaal zo duur. Starten hier zo.
Oh, ik ben nu de hele binnenkant aan het maken. Maar ik weet niet wat ik aan de binnenkant heb. Maar ik ben level 3. Dat betekent dat ik een betere wasstraat kan maken. Dat is zo hoog. Wacht eens even. Hoe ben jij nu al level 3? Ik ben er nog niet eens. Oh, omdat wacht, ik ben ook super rijk ben. Oh. Jij mag niet level 3 zijn. Wow. Er komt echt een mega vrachtwagen bij mij naar binnen gereden ineens. Komt er bij jou een vrachtwagen naar binnen? Ik kan gelijk door de nieuwe wasstraat gaan hier zo. Hoppakee. Helemaal schoon. Oh, weet je hoeveel deze auto mij nu in één keer oplevert? Meneer de vrachtwagen, kom naar mij toe. Hoeveel dan? Oh. 124 euro. 124? Waarom heb ik geen vrachtwagens? Ben jij vrachtwagens aan het kopen of zo? Nope, dat doe ik niet. Ik ben gewoon bezig met het zorgen dat ik de beste klant die ooit heb hier zo in mijn wasstraat. Jij bent ze naar binnen aan het smokkelen, hè? Wow, wow, wow. Dat is niet waar. Alex, je kan reviews kopen en dan krijg je nog meer klanten. Of ik bedoel, ik heb helemaal niks gekocht. Je kan reviews kopen? Waar staat dat nou weer? Ja, linksboven staat een sterretje. Wat ik ermee kan, weet ik niet. Maar daar kan je reviews mee kopen. En oh, inderdaad. Dat kun je kopen met gems. Alleen heb ik helemaal geen gem. Oh, nee. Oh, iemand zegt bla 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 bla. Mijn dag is verpest en dat door mijn wasstraat. Hoe kan dat Jesse, nou? Dit zijn geen reviews. Wat is dit dan? Je koopt geen reviews. Dit zijn letterlijk de reviews van mijn car wash. Iemand zegt letterlijk dat het een super slechte car wash is bij mij. Het was een vreselijke ervaring. Ze konden net zo goed met een natte handdoek mijn auto schoonmaken. Vergeet het maar. Ja, precies. En bij mij zijn ze allemaal goed. Bij mij staat daar... Ik kan niet zo goed Engels. Ik weet het allemaal niet. Maar wat kan je dan met die gems? Maar die reviews te claimen heb ik wel gems gekregen... waarmee ik eindelijk iets kan kopen. Ik heb ook gems. Ik heb nu een gasmachine. Of daar kan je mee tanken. Ik kan nu tanken. Ik heb een tankertje gehad. Wow, dat is zo handig. Alleen wat ik er nou mee kan, weet ik niet. Ik weet niet of auto's nu komen tanken. Dat zou ik wel leuk vinden. Dat kan ik nog meer geld verdienen. Dat is eigenlijk wel echt heel handig. Waar kan je dat kopen, dat auto's? Oh ja, inderdaad. Dat had ik misschien ook wel kunnen kopen. Alex, ik ga helemaal niks meer zeggen, want ik wil dit winnen. Je pakt al mijn klanten af, want ik heb nog helemaal geen vrachtwagen gehad. Het is zo dom dat ik dat niet heb geclaimd net. Het enige wat ik heb gekocht is de nieuwe snoepautomaat voor in mijn winkel. Maar nu kost er nog steeds niemand hier komt tanken. Een snoepautomaat? Ik wil ook een snoepautomaat. Waar kan ik een snoepautomaat kopen dan? Oh ja, oké. Het is meer een soort extra toonbank die ik had gekocht. Oh, en ik heb een hamburgermachine gekocht. Ik kan nu hamburgers eten. Dus misschien komen mensen bij mij hamburgers kopen. Ik kom een keer bij jou op bezoek. Hey, trouwens, jouw wasstraat heeft 3,5 sterren. En die van mij heeft er 4. Wat betekent dat mijne tot nu toe beter is? Helemaal niet. Jouw is niet beter. Hey, ik heb hier in ieder geval een klant. Kijk, dit is Giel. Wat doet Giel hier inderdaad? Giel gaat een hamburger kopen. Hij loopt hier letterlijk rond. Dit is letterlijk Giel te roken. Hallo Giel, wil jij een hamburger? Alsjeblieft. Oh, wacht. Wow. Jouw winkel ziet er echt veel beter uit. Ik verkoop daadwerkelijk dingen. Ja, maar ik moet het eerst nog maken, maar ik weet niet hoe ik het moet maken. Oké, maak een hamburger. Ik heb letterlijk nog nooit een klant gehad. Ik ben nu een hamburger aan het maken en dan ga ik die geven aan Giel. Dan ga ik kijken hoeveel geld hij me geeft. Alsjeblieft. Ga jij lekker maar je hamburger verkopen. Ik Alex. Koop wat anders, maar ik ga niet hardop zeggen wat dat is. Ik heb namelijk wat anders gekocht. Alex, ik heb een gem gekregen. Wat heb je gekocht? Dat ga ik niet zeggen. Ik kom wel kijken wat je hebt gekocht. Ik ben benieuwd of je erachter gaat komen wat ik heb gekocht, oké? Want het is letterlijk het beste ooit wat je kan kopen. Hoe kan jij dan 4 sterren hebben? Je hebt een mascotte gekocht. Een hond op... Jij hebt Robux uitgegeven aan de mascotte. Ik heb een hond op mascotte gekocht. Deze zorgt ervoor dat ik veel meer klanten ga krijgen dan normaal. En ik heb een nieuwe review gekregen. Het was weer een slechte review, maar wel één gem waard. Ik krijg helemaal niks. Ik krijg geen reviews. Ik krijg alleen maar hamburgerauto's. Ik ga gewoon vanaf nu hamburgers verkopen. Dat is veel slimmer. Ik heb eindelijk mijn eerste pompstation kunnen maken. Nu kunnen er eindelijk mensen hier ook komen tanken bij mijn tankstation. Bij mij zijn ze al wat tanken. Oh, ik heb hier een epic auto, maar die moet ik zelf tanken. Ik heb helemaal geen personeel. Of moet ik dat... Je moet hem zelf tanken, die auto? Ik snap het niet. Er zijn hier allemaal banden of zo. Moet ik de banden mijn verwisselen? Mijn hond werkt zo goed. Oh, daar komt iemand die komt tanken. Alex, ik snap er helemaal niks van. Ik moet zijn banden oppompen, lijkt het wel. Wow, jij bent echt een stuk verder als dat ik ben volgens mij. Jij moet al dat soort taken doen. Ik ben zijn band aan het oppompen en daar krijg ik heel veel geld voor. Zo, ik verdien echt heel weinig geld nu. Het lijkt wel een beetje stil te lopen hier, maar ik heb wel een mooie plant gekocht. 500 euro. 500 euro voor een plant, dat is toch zonde. Ik heb echt maar 900 muntjes. Ik heb er echt heel weinig. Oh, maar iemand is nu zijn auto aan het vol tanken hier zo. Dit is geweldig. Hoeveel geld zou ik daarmee gaan verdienen?
Eens even kijken. Ik ga weer even lekker een hamburger maken. Zo, even bakken. Hoppakee. Yes, ik ben wel heel erg benieuwd hoe je dat doet met al die hamburgers die je maakt. Dat ga ik niet zeggen. Dat is mijn geheime ingrediënt. Dat ga ik jou toch niet vertellen. Jij mag al hamburgers maken. Ik mag letterlijk... Ik weet niet waar ik hamburgers moet maken hier zo. Oh, ik heb een nieuwe review gekregen van anderhalve ster. Ik krijg per hamburger die ik verkoop 1 jam. En dan kan ik weer heel veel dingen mee kopen die jij niet kan kopen. Ik snap het niet. Ik krijg de hele tijd alleen maar 1 ster reviews. Ik 3,5 ster reviews. Jij hebt al 4 sterren, Alex. Ik krijg niet. Zoveel dingen dan. Zoveel gems. Ja, maar ik heb maar 6 gems. Wat kan ik kopen van 6 gems? Oh, een ingang. Oh, ik heb ook een burgermachine gekocht nu. Eindelijk. Dan kan ik ook burgers verkopen. Waarom ben je mij aan het naapen? Ik ben niet de burgermachine, Alex. Ja, omdat niet blijkbaar doen. Jouw idee heel erg goed werkt. En als het idee goed werkt, dan moet ik dat ook gaan doen. En ik ben nu een auto aan het tanken. Alleen hoe dit nou werkt, dat weet ik niet. Kan jij zelf een auto tanken? Ik zou ook niet weten hoe het werkt, maar er staat hier wel een auto de hele tijd geparkeerd. Hallo meneer, kijk, er komt weer iemand bij mij een hamburger eten en die ga ik even helpen. Oh, bij mij komt ook iemand een hamburger eten. Dit is mijn allereerste klant die binnenkomt. Bij mij de hamburgers zijn veel lekkerder dan jouw hamburgers. Dat is zo niet waar. Doe jij er überhaupt wel augurken op? Wie eet er augurken? Augurken zijn vies. Godverdamme. Oké, dat was een strikvraag. Inderdaad, augurken zijn super vies. Dag meneer, u wilt vast een zeker lekkere hamburger. Zal ik die even voor u maken? Jesse, hoe maak ik een hamburger? Eerst moet je kaas doen en dan het broodje en dan ben je klaar. Oké, in de hamburgermachine. Hup, kaas erop. Meer hoef je niet te doen. Meer hoef je... Oh, hey, ik ben bij een wasstraat groter aan maken. Jesse, hoe werkt de machine? Ik snap het niet. Oh, hij is klaar. Je moet allemaal spelletjes doen en dan krijg je een hamburger. Ik weet het ook niet. Ik heb een hamburger voor u, alstublieft. Oh, ik krijg er inderdaad gems voor. Kan ik niet iemand inhuren dat hij dat gewoon voor mij gaat doen? Dat zou wel heel fijn zijn, hè? Jesse, weet jij ook hoe je een auto moet voltanken? Een auto moet vol... Je moet... Nee, ik weet het niet. Hij staat hier echt al de hele tijd geparkeerd. En ik weet nou niet of hij denkt dat ik zijn auto ga voltanken of dat hij het zelf moet doen. Ik weet het niet. Ik tank hem nou niet helemaal vol, maar hij geeft me wel geld. Het is wel een hele rare auto trouwens. Oh, wacht eens even. Hier zo. Gas station. Pick-up. Ja, maar oh, hier dan kan ik hem doen, inderdaad vol maar gaan wat tanken, je dan moet doen, ik. Snap ik niet. Dat vind ik ook een beetje gek. Ja, maar het lukt niet. Hoe heb jij 4 sterren reviews? Ik weet niet hoe ik een auto moet voltanken. Zal ik je even helpen? Dat kost je wel 100 miljoen euro. Oké, zou je dit ook doen voor een gratis hamburger? Alex, kijk eens naar je sterren. Wat is er met mijn sterren? Nee, het gaat naar beneden! Hoe kan dat nou? Is dat allemaal omdat ik niet weet hoe ik moet denken? Je snapt er helemaal niks van. Jesse, leg het alsjeblieft uit. Ik weet het niet, oké? En je moet... Kijk. Je moet eerst dit ding pakken. Alex, je moet niet tanken. Je moet zijn banden oppompen. Dus je moet ik moet zijn banden oppompen? Ja, je hebt hier een pomp. Ik zie het inderdaad. En ik de hele tijd denk dat ik zijn auto vol moest tanken. Geen wonder dat hij een slechte review achterlaat. Ik snap niet waarom hij niet gewoon naar mij toe komt. Ik had het al lang voor hem gedaan. Dan was hij veel sneller klaar geweest. Ja, maar misschien support hij mijn business wel. Omdat ik en Dan Stenhold ook voor de deur heb staan en jij niet. Ik heb geld verdiend. Oh, jij hebt geld verdiend. Ik krijg weer een slechte review. Oh, ik heb een hele goede review. 3,5 sterren, 2 gems erbij. Ik heb voor het eerst een iets betere review van 2,5 sterren gekregen. Alleen moest deze vrouw wel een beetje lachen. Ze vond het een beetje fout hoe het allemaal ging. Ze vindt het nogal een grap. Jij hebt ook een review gegeven van 1,5 ster. Omdat jij een hele slechte autozaak hebt. Ik weet niet wat je allemaal doet. Hoezo stuur je mij een review waarin je zegt... onthoud dat ik hier nooit meer terug ga komen en dat ik nooit meer hier mijn banden laat oppompen. Alex, het was de vreselijkste service aan mijn auto ooit. Dat heb ik helemaal niet gedaan en ik heb een halve ster minder. Dat staat hier in mijn reviews, oké? Dit is zo onaardig. Dat heb ik niet. Ik heb nu een halve ster minder. Jij hebt sowieso ook een 1 review ster bij mij gedaan. Dat is helemaal niet waar. Dat zou ik nooit zomaar doen bij jou. Ik bedoel, we supporten onze business toch? Nee, ik wil winnen. Ik wil hem veel beter hebben. Oké, weet je wat? Ik ga deze auto wel opvullen met benzine. Zo, kijk eens. Deze auto moet wel hartstikke blij zijn nu met als nieuwe benzine. Ik heb een tweede benzinepompstation dingetje gekocht. Ik weet niet hoe dat heet. Oh nee, er staat een hele rij hier zo. Iedereen wil hamburgers kopen. Ik moet ook een mascotte hebben. Oh, ik heb een bord gekocht. Bam! Oh, nu komen er meer auto's binnen. Mijne is goedkoper dan jouwde. Oh, Jesse, ik ben zo gedrukt bezig hier zo met van alles en nog wat. Ik moet zoveel hamburgers maken. Je raakt helemaal afgeleid. Je moet de wasstraat beter maken. Dan verdien je veel meer geld dan met hamburgers te kopen. Oh ja, dan was ik even vergeten dat het hoofddoel een wasstraat was. Maar ik ben zo druk. Er staat echt een hele rij hier zo. Iedereen wil een hamburger hier kopen.
Het is geen restaurantmakenwedstrijd. Het is een autowasstraatwedstrijd, Alex. Jessie, zelfs jij bent nu mijn klant. Wil jij een hamburger bij me kopen? Of is dit gewoon een replica van jou? Ben ik jouw klant? Ja, jij staat hier. Ik sta hier, dat ben ik helemaal niet. Dat is zo maf, maar ik heb je wel een hamburger verkocht. Hey. Waarschijnlijk is je tweelingbroertje gewoon een verrader die bij mij de klant wil uithangen. Hé, tweelingbroer, jij moet bij mij komen. Kan ik hem niet slaan? Het werkt niet, Alex. Alex, ik ga jouw zaak saboteren. Ik ga gewoon voor de auto staan. Maar trouwens, ik ben een level omhoog, dus ik kan mijn wasstraat weer upgraden. Auto, stoppen alsjeblieft. Nee, Jessie. Laat me maar doorrijden. Sorry meneer, voor deze aparte meneer hier zo. Deze auto rijdt gewoon dwars door me heen. Ja, zoals het hoort. Alex, ik heb anderhalve ster. Ik heb 2,5 sterren reviews. Mensen laten steeds slechte reviews achter. Daar snap ik echt helemaal niks van. Ik heb een review van een halve ster. Het duurde 3 uur voordat ik mijn eten kreeg. En het was nog steeds niet klaar. Het decor in het café en de car wash was slecht. Ik kom hier nooit meer terug. Daarom gaat het zo slecht. Bij mij staan ook alweer 3 klanten te wachten. Ja, maar we moeten blijkbaar dus echt het decor in onze winkels mooier maken. Anders krijgen we echt heel veel slechte reviews. Maar het gaat toch om de wasstraat, toch niet om de winkel? Ik ben nu hamburgers aan het maken, terwijl ik auto's wil wassen. Ik snap er helemaal niks meer van. Ja, maar het was ook mijn doel om auto's te wassen. Maar nu staat Giel ineens hier zo en een kip. Staat Giel er weer? Yep, nu komt hij bij mij langs. Blijkbaar wil hij niet meer bij jou wat kopen. Nee, maar dat is gewoon niet aardig van Giel. Ik wil dat hij bij mij komt. Ik had hem zo goed geholpen. Oh, ik ben zoveel lekker eten aan het maken. En deze keer wel op tijd, zodat de klanten hopelijk geen slechte review maken. Ik ben nu een auto aan het tanken. Alleen ik weet niet hoe dat werkt. Dus ik heb hem niet helemaal vol getankt. Dat is misschien wel een beetje raar. En ik moet weer banden oppompen. Ik denk dat mijn nieuwe klanten heel erg blij met me zijn. Oh, nieuwe tweede gas station ding erbij. Ik moet even banden oppompen, maar dat werkt niet zo goed. Ik heb het veel te druk. Ik heb personeel nodig, Alex. Wil jij bij mij komen werken? Wil jij niet anders bij mij komen werken? Volgens mij gaat het bij mij veel beter dan bij jou. Nee, mijn wasstraat is veel beter. Ik heb 2,5 ster reviews. Wow. Jij weinig. Hebt 2,5 ster. Ik heb er 4 sterren in totaal. Hoe kun jij dan 4 sterren hebben? Dat is echt niet eerlijk. De reviews zijn echt super slecht bij mij de hele tijd. Kan ik mijn hamburgerprijs niet omhoog gooien? Het blijkbaar wel. Ik denk dat het nog steeds komt door die dansende hotdog die ik voor de deur heb staan. Die dansende hotdog? Ik wil ook een dansende hotdog. Alleen jij hebt geld uitgegeven. Dat is echt zonde van mijn geld. Dat kost 150 Robux. Ja, oké. Het is inderdaad wel heel erg duur. Maar alles voor de goede reviews, oké? En voor de klanten die we naar binnen moeten brengen. Ze moeten deze meneer weer een nieuwe hamburger maken. Ik ga er gewoon voor zorgen dat ik de allerbeste wasstraat krijg. Want ik ga daar weer wat muntjes aan uitgeven. Zo, mijn is bijna klaar. Oh, dat is zo slim van jou dat je alles uitgeeft aan je wasstraat. Kan ik iets nog kopen met 1 gem of ik heb er meer nodig, hè? Hoeveel gems heb jij nu in totaal? Ik heb een 3 sterren review gekregen. Het was een gemiddelde car wash. Niet om uit te leggen, maar hij was ook niet super geweldig. Oké, maar het is een 3 sterren review en ik heb er 2 gems voor gekregen. Ik heb 2 sterren en mensen geven mij helemaal geen reviews meer. Hier snap ik echt helemaal niks van. Oh nee, mijn sterren gaan weer naar beneden in totaal. Ik heb er nu nog maar 3,5. Ja, omdat je snel hamburgers moet maken. Anders gaan ik mensen boos worden. Ik doe mijn best om ze snel te maken, oké? Ik ben de snelste hamburgermaker die er is. Ik wil mensen hebben die het voor me doen. Ik moet nu alles zelf doen. Dat kost me echt heel veel moeite. Ik ben moe. Het is inderdaad wel echt heel moeilijk om dit allemaal zelf te moeten doen. Ik ben zoveel zo dingen aan het doen. Snel met al die klanten overal. En nu moet ik weer een auto tanken en ik snap maar niet hoe dat werkt. Ik moet dan heel hard klikken of zo. Ik snap het niet. Een hamburger geven moet ik ook heel snel maken. Alsjeblieft meneer, hier heeft u een hamburger. Ik hoop dat u hem lekker gaat vinden. En laat alsjeblieft een goede review achter. Bij mij staat er helemaal niemand in de rij nu voor een hamburger. Nee, bij mij ook niet meer. Maar er staat nog wel iemand die zijn banden opgepompt wil hebben. Nou, toevallig heb ik daar een opleiding in gehad door Jessie. Dus dat kan ik gewoon doen voor u. Ik had je dat nooit moeten leren, dat ik veel meer geld verdien. Inderdaad, want ik krijg nu zoveel klanten die hier hun banden willen laten oppompen bij mij. Ik kan allemaal dingen kopen, maar ik kan hier een lamp kopen voor 500 euro. Maar waarom zou ik dat doen? Of gras voor 500 euro? Maar lampen maakt gras heb je wel nou echt nodig. Waarom heb je lampen nodig? Het is overdag. Lampen heb je alleen in de nacht nodig. Straks is het ineens nacht en dan kunnen ze niks zien. Oh, ik heb een nieuwe review. Heb je een nieuwe review? Waarom geef ze mij geen reviews? Ja, van een halve ster. Wat een oplichting, zegt iemand. Het banden zijn zo plat als dat kwamen voordat ik hierheen kwam. Misschien heb ik dat wel Ik heb nu ook een slechte... Ik heb een review van Giel. Dat het een hele slechte car wash was. Dat is toch niet leuk? Ik heb wel 2 gems gekregen. Waarom doen ze dat? Waarom zeggen al onze vrienden dat onze car wash slecht is? Je zou ons toch juist een beetje willen supporten? Misschien ik weet doe het echt niet. Mijn best.
Oh, jij hebt 3,5 sterren. Ik heb er 2,5. Dit is zo oneerlijk. Ik doe echt mijn best om het zo goed mogelijk te maken. Ik ben moe. Het kost me zoveel, zoveel werk. Het is inderdaad wel heel veel werk om dit allemaal te runnen, Jesse. Ik wil gewoon mijn car wash afkrijgen. Alleen het duurt zo lang voordat ik veel centjes verdien. En dat ik alles zelf moet doen. Nu moet ik weer een hamburger gaan maken. En er zijn weer 2 mensen te wachten. En die worden dan weer boos op mij. Ja, hier wil iemand weer zijn auto volgetankt hebben. Maar die wil vervolgens ook dat ik alle banden ga oppompen hier zo. Dat kan toch niet? Je kan toch niet alles tegelijk doen? Nee, dat dacht ik dus ook. Alex, misschien moeten we in de toekomst toch een beetje samen gaan werken. Want dit is echt niet te doen. Dus je wilt toch bij mij gaan werken? Nee, jij bij mij. Nee, jij bij mij. Nee, jij bij... Oké, ik heb 2,5 sterren. Hoeveel sterren heb jij? Ik heb er 3,5. Oké, dan heb jij gewonnen. Ik kom wel bij jou werken. Yes! Mijn is beter, want de klanten hebben alsnog gezegd dat mijn beter is. Dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Om te weten zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...